Welkom bij de 14.2 met Kloppend Hart Biocast. We kijken hier naar een slagader. En je ziet daar het bindweefsel aan de buitenkant, het gladde spierweefsel in het midden en het dekweefsel aan de rechterkant. Zo ziet een gezonde binnenkant van de slagader eruit. Maar slagaders raken beschadigd en dan kan er plak optreden aan de binnenkant en dat verhoogt de bloeddruk. Het optreden van die plak is gedeeltelijk erfelijk bepaald, maar je gedrag heeft er ook invloed op. Nog even de twee verschillen. De kransslagaders die je ziet komen van de aorta uit en als die verstopt raken, kan er een gedeelte van het hartweefsel, van de spier dus, doodgaan. Hier zie je de verschillende harten van diverse reptielen. En we gaan even kijken naar de werking van de kleppen, de systolen en de diastolen. We gaan kijken naar de systolen en let goed op welke kleppen er open en dicht zijn. Alle kleppen zijn nu gesloten. Maar hier komt de kamersystole en nu gaan de halve maanvormige kleppen open en bloed stroomt de aorta en de longslagader in. Dan komt de diastole en de halve maanvormige kleppen gaan dicht onder druk van het bloed in de beide slagaders. De hartkleppen zijn nu nog dicht, maar die gaan gedurende de diastole open. En bloed stroomt uit de holle ader en de longader het hart in, door de boezems en via de boezem naar de kamer. Nu komt de boezemsystole, de boezems trekken samen, een tiende seconde later de kamersystole, waardoor de hartkleppen dichtgaan en de halve maanvormige kleppen opengaan. Nog een keer, diastole, boezemsystole en we missen de kamersystole hier, maar die hadden we al eerder gezien. We kijken nog even naar twee plaatjes van het hart, de diastole en de kamersystole. Dus de boezemsystole mist in deze fase. Een grafiek van de druk in de kamers en het volume in de kamers. En hier is een ECG. Die wordt gemaakt om te kijken of de hartwerking in orde is. Linksboven zie je de sinusknoop. De impulsgeleiding in het hart. De sinusknoop zet een impuls uit, waardoor de boezems samentrekken. Een tiende seconde later is de impuls bij de atrioventriculaire knoop, die ook een impuls uitzet. Via de bundels van His. En die zie je hier, de bundels van His. Naar de vezels van Purkinje. Dus hier, door de bundels van His gaat die. En dan naar de vezels van Purkinje. En dan trekt van onderaf de kamers samen. En hier nog even achter elkaar, zoals het bij jou ook in je hart continu doorgaat. Dit was hem alweer, de 14.2 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.